kijken of die loopt. Loopt die? Ja? Oh, en... Goedemiddag, ik ben Jeffy. Goedemiddag, ik ben Richie. Tijdje terug waren we in Amsterdam. We hebben seafood in groene curry gemaakt. En de uitzending is opgenomen met... een mobiele telefoon. Geniet er maar lekker van. Dag. Doei. Wat gaan we hiermee maken eigenlijk? We gaan hier een groene currypasta van maken. En als het goed is, wat je zo gaat opnemen, die vis van EJ die je aan het fileren is, die komt dan in deze groene currypasta. Aha. Dan hebben we dus vis in groene currypasta. Zeg het nog eens. Vis in groene currypasta. Aha. Goed, welkom. Wat gaat daarin, Jeff? Wat ik er nou in heb zitten is... shallotjes. Jurukuru. Citroenblaadjes. Seré. Er gaat nog een beetje laos in. Er gaat nog knoflook in. En koriander. En dan hopen we dat de staafmixer het... slikt. En nu? Nou gaan we de curryface blitzen. We hopen dat hij het doet. Jack. Bestond er maar geuren internetvideo. Daar heb je helemaal gelijk in, Richie. Want dan konden de mensen thuis ook ruiken wat voor heerlijks wij maken waren. Maken we ook ons mensen en ruikt geweldig. Het ruikt fantastisch. Het ruikt super deluxe. Wat doe je er nou doorheen? Kokosmelk. Ik zeg net tegen Roma, we hebben wel eventjes bij de zakjes gestaan wat de groene curry betreft, maar uiteindelijk... is het toch het fijnst als je het gewoon zelf maakt. Zo hoort het. Dat is hardcore koken. In die tijd. Ziet het lekker uit. Ja, iedereen is bijna benieuwd. Even kijken wat Jeff of hij wat leuks aan doen is. Ah, de inktvis wordt gesneden en gerild. En gerild. Maak het vlees malser en je krijgt een prachtig patroontje in de inktvis. Prachtig. Vis is klein gesneden. Vis is klein gesneden. De rijst is aan de kook. Ja. Zijn eigen groene currypasta. Beide gaan halen, zo meteen komt de inktwist er nog even bij. Even laten trekken. Laten sudderen. Wij zijn Richie. En Jeffrey. Wij gaan koken. Voor je. Ja, ik heb het voor de hand. Waar kunnen we gaan? Dit is echt een kleur. Ik heb.